Na de opluchting blijft de vraag, hoe voorkom je vogelgriep? LTO wil een winterophokplicht voor kippen. Goedenavond en verder. Gelderse verkiezingsprogramma's staan vol onbegrijpelijke taal. Experts stelden een top 3 samen. Ik ben ontzettend geschrokken. En geen gewone kerkdienst in Wilp vandaag, maar een middeleeuwse festijn. Kippen zouden in de winter binnen moeten blijven, zodat ze minder kans hebben om vogelgriep op te lopen. Dat vindt Land- en Tuinbouworganisatie Nederland. Afgelopen week brak de ziekte uit bij 1 pluimveebedrijf in Barneveld. En vervolgens werden 30.000 kippen geruimd om verspreiding te voorkomen. In Barneveld, de pluimveegemeente van ons land, leeft iedereen mee met de boeren. Verschillende dominees in Barneveld bidden vandaag voor de boeren en de kippen. Vanmorgen in de kerk hebben we de Heere God gedankt dat het mee is gevallen en dat het bij 1 bedrijf is gebleven. En dat het niet om zich heen is gaan slaan. Dus we hebben daar God voor gedankt vanmorgen in de kerk. Ja, ik heb in het gebed de zorgen bij ons God neergelegd over sowieso de mensen die dit betreft. De mensen die op dit moment erdoor geraakt zijn doordat hun bedrijf de kippen geruimd moesten worden. Ik vind het wel een stukje drama in het dierenbestaan, zeg maar. Het gaat me wel aan het hart, ook al weet je dat de kippen voor productiedoeleinden gehouden worden. Maar je wil niet dat dieren zomaar geruimd worden, alleen maar om een risico te verkleinen. En dat moet wel, ik snap dat best. De gedupeerde boer is blij dat alleen zijn bedrijf is getroffen. En dat door de ruiming wellicht erger is voorkomen. In de opluchting, en voor mijzelf ook. Want er zit niemand op te wachten dat er nog meer dieren ziek zijn en op deze manier dood moeten worden. Zo goed als zeker wordt de vogelgriep verspreid door trekvogels, zegt Land- en Tuinbouworganisatie LTO. Daarom moet er een winterophokplicht komen. Weidemelk, en dat is ook een predicaat voor koeien die buiten komen, daarvan staan de koeien op stal van oktober tot en met april. Nou, dat zou voor kip ook een enorme uitkomst zijn, want het griepvirus waart altijd rond in de winter. Voorlopig geldt er nog een vervoersverbod rond het getroffen pluimveebedrijf. Maandag wordt waarschijnlijk duidelijk of de regels in de regio worden versoepeld. Als u van plan bent om de verkiezingsprogramma's nog eens even door te spitten, nou, ga er dan maar goed voor zitten, want ze zijn niet allemaal even begrijpelijk en leesbaar. Deskundigen van de Radboud Universiteit doken speciaal voor Omroep Gelderland in de wereld van de wollige taal en onbegrijpelijke zinconstructies. Dienstbaarheid aan de bevolking is vanzelfsprekend. Geen automobilist pesten, dus ook investeren in infrastructuur. En wat zeggen ze dan? Hoeven hier niet te diep op in te gaan. Nou. Leden van de Libertarische Partij staan geen enkele praktijk welke door ons beleid zou worden gelegaliseerd. Haakjes openen zoals druggebruik, haakjes sluiten. Noodzakelijkerwijs voor, nog vergoelijken ze deze. Bent u er nog? Ja, wie haakt er nou niet af bij deze wollige teksten en onleesbare zinnen? De deskundigen keken kritisch naar de teksten die u duidelijk moeten maken waar een partij voor staat. Ik ben ontzettend geschrokken. Ja, ik vind het heel erg jammer dat een middel als zo'n verkiezingsprogramma niet altijd optimaal gebruikt wordt. En deze partijen doen het slechtst. De minst leesbare zinnen komen uit de programma's van de Libertarische Partij, Vrede en Recht en Lokaal Belang Gelderland. Er wordt vaak te moeilijk gedaan, lange zinnen enzovoort, en het blijft vaak heel vaag. Hou het nou simpel, spreek de lezer nu direct aan, zeg gewoon wat je bedoelt en op die manier zou je er dan toch nog uit kunnen springen. Gelukkig is niet iedere tekst kommer en kwel. Voor de Partij voor de Dieren gaat politiek over waarden. Nou, dat is heel erg mooi als openingszin. En daarom staat de Partij van de Dieren ook bovenaan. In de lijst met de best leesbare verkiezingsprogramma's. Op de voet gevolgd door de SGP en D66. Ja, wat ze alle drie heel goed doen, is dat, ook al is het veel tekst, dat je toch makkelijk kunt terugvinden wat je wil weten. En of de leesbaarheid nu veel uitmaakt voor de uiteindelijke verkiezingsuitslag, dat weten we aankomende woensdag. Ja, en morgenavond organiseert Omroep Gelderland het Groot Gelders verkiezingsdebat tussen 7 en 8 uur live te zien op TV Gelderland. Het zal maar weinig mensen opvallen en echt mooi is het ook niet, maar het is er wel en dat is heel bijzonder. Op een stuk oud akkerland in Wolfhezen groeit namelijk heide.
oude landbouwgrond veranderen in natuurgebied is bijna onmogelijk. Maar het kan dus nu wel, dankzij de Gelderse uitvinding van bodemtransplantatie. Vroeger hadden we heel veel hei en dat willen we graag terugzien. Om dat te bereiken is onder leiding van Natuurmonumenten in de Reijerskamp in Wolfheze het eerste grootschalige experiment aan de gang om heide op voormalig akkerland te laten groeien. Heide wil eigenlijk niet op landbouwgebied groeien, omdat het door jarenlange bemesting te voedingrijk is. De oplossing is radicaal. Graaf die voedingsrijke toplaag af. En hier zien we dan waar het afgegraven is. En dat is nou toch wel een verschil van zo'n 40, 50 centimeter dat gewoon helemaal weggehaald wordt. Maar daarbij ben je er nog lang niet. Ja, hier zie je wat er dus overblijft als je die bovenste laag eruit graaft. Dan hou je eigenlijk wit zand over. Nou, daar zit niks in. Geen bodemleven, maar ook geen voedingsstoffen meer. En planten kunnen daar niet in groeien. En het kan wel 50 of misschien wel 100 jaar duren voordat hier weer een mooie plantengemeenschap op teruggekomen is. En dat duurt natuurlijk veel te lang. Vandaar dat er op 4 locaties in de Reijerskamp op die afgegraven grond nieuwe grond is gestort, afkomstig uit heidegebieden. De laag is maar een paar millimeter dik, maar het resultaat is volgens onderzoeker Bezemer heel bijzonder. Nou, hier zie je dat bijvoorbeeld. Hier zien we dat na een paar jaar zien we hier al een heideveld terugkomen. Nou, dat is spectaculair, want zoiets hebben we eigenlijk nog nooit eerder gezien dat dat zo goed gaat op een voormalige akker. Bezemer heeft 1,5 miljoen euro gekregen voor verder onderzoek naar bodemtransplantatie. Zometeen in het sportblok een emotioneel en succesvol weekend voor Vitesse. En in de aanloop naar de play-offs raakt de selectie van de Graafschap steeds meer in vorm. Ze wilden hun hart voor water delen met de inwoners van Zutphen. Maar de manifestatie van waterschapspartij Water en Natuurlijk kon niet op grote belangstelling rekenen. Varen in een bootje, je gezicht laten beschilderen of luisteren naar een verhaal. Met deze activiteiten probeerde Water Natuurlijk de waterschapsverkiezingen van woensdag onder de aandacht te brengen. Middeleeuwse tijden herleefden in de kerk van Wilp. De viering moet het 1250-jarig bestaan van het dorp extra luister bijzetten. Gregoriaans gezang en kerkgangers in niet-alledaagse kleding. Een bijzondere kerkdienst vanochtend in Willep. De bezoekers gingen terug in de tijd. De dames van de lokale handwerkclub hadden het de afgelopen tijd maar druk met het maken van de historische kostuums. Sommige kerkgangers hadden er zich makkelijker van afgemaakt. Eerlijk, marktplaats. Voor de kerkgangers was de middeleeuwse dienst wel even wennen. Jullie hebben berenvel op? Ja. Bent u ooit zo ter kerke gegaan? Ja, natuurlijk, daar. Is die goed, hè? De viering was ook een speciale ervaring voor de dominee. Als ik al die mensen zie die in middeleeuwse kleren zijn gekomen, dat is, overtreft al onze verwachtingen. We voelden echt in deze dienst, we zijn allemaal samen. En daarom gaat het mij ook. Dat vind ik fantastisch. Hoe geweldig ook, volgende week is er in Willep weer een gewone kerkdienst. Met 38 airbags gingen ze er vandoor. De dieven die gisteravond toesloegen op een opslagterrein aan de Hertog Karelweg in Haafden. Ze braken auto's op het terrein open en haalden de airbags uit de wagens. Bewakers hebben mensen zien wegrijden op een scooter, maar de politie weet niet of dat getuigen waren of de daders zelf. Naast de Zevenheuvelloop en de Mariekeloop heeft Nijmegen nu nog een hardloopwedstrijd. De Stevensloop, met een parcours dwars door de stad. Bijna 9000 lopers deden mee op 3 verschillende afstanden. En we zijn weg, dames en heren. Startschot van de allereerste Stevensloop, 5 kilometer. We hebben de 7 heuvelenlopers gevraagd. Is er vraag naar behoefte naar een nieuwe wedstrijd? En die was er. Veel mensen gaven aan dat ze graag een halve marathon zouden willen lopen in Nijmegen. Nijmegen heeft nog geen grote loop in de binnenstad. En vandaar deze Stevensloop. 12 uur is de eerste start van de 5 kilometer en die snelste lopers die doen dat in ongeveer een kwartier. Dus ze komen zo al binnen. Gefeliciteerd hè? Ja, dankjewel. Hoe ging die? Ja, het is een leuke loop, mooi parcours. Maar ja, het is echt een stadsloop, dus ja, mooi. Hoe was het onderweg? Zwaar. En met wie heb je gered? Met mijn vader. En wie rende de harder? Hij. Het is wel mooi verdeeld nu over het jaar. Ja, Marieke loopt alleen voor vrouwen natuurlijk. Dus ja, kunnen de mannen ook weer een keer vaker in Nijmegen lopen. En dan nu sport. Ja, Richard, het was een bijzonder weekend voor Vitesse. Winst op AZ, wat betekent dat?
Ja, dat Vitesse zelfs nog een kleine kans heeft om derde te worden en zich dan rechtstreeks zal plaatsen voor Europees voetbal. En dat Vitesse nu al 8 wedstrijden op rij zonder nederlaag is. Ja, mooie momenten dus het afgelopen weekend. Te beginnen met een reunie. Eens in de 3 jaar wordt die gehouden in Gelredome. We zien hier allemaal oud-spelers en oud-trainers. Matthew Amoah nog altijd heel populair bij het publiek, dat het prachtig vindt al die oude helden van vroeger met Sturing, Van Hintem, Hofs en hier ook zelfs Johnny van Beukering. Ja, en veel van die mensen waren een dag later ook weer aanwezig op Papendal, waar de onthulling plaatsvond van het borstbeeld van Mr. Vitesse Theo Bos. Het was een indrukwekkende ochtend op Papendal. Een emotionele onthulling, honderden aanwezigen en een wedstrijdje met allerlei Vitesse-prominenten. Allemaal vanwege één man, Mr. Vitesse, Theo Bos. Hij is de enige die bij Vitesse een beeld heeft. Dus dat zegt wel hoe groot hij is en hoe belangrijk hij is voor de geschiedenis van de club. Maar ook in de toekomst. Het was niet zo dat het alleen maar een aardige jongen was. Hij kon ook hard zijn voor anderen. Maar hij was gewoon goud eerlijk. Hij zei precies hoe het was. Hij was zichzelf. En in deze wereld, voetbalwereld, zijn heel weinig mensen zichzelf. Wat zou Theo zelf van dit beeld vinden? Eerlijk gezegd denk ik eigenlijk helemaal niks. Ik denk dat, maar dat is ook typerend voor Theo, de poespas eromheen, dat hoeft voor hem niet. Aan de ene kant, aan de andere kant, diep van binnen in zijn hart, zal hij het geweldig vinden. Ja, Vitesse deed ook sportief prima zaken. Het won van concurrent AZ met 3-1. Na afloop kwam het gesprek met Peter Bos over mannelijk voetbal, Piet Luttig fluiten en harde overtredingen. En daar heeft hij een duidelijke mening over. We zijn in Nederland, vind ik, sowieso doorgeslagen hoor, in dat lief voor elkaar zijn. En dat hoeft helemaal niet. Dus wat mij betreft mag je hard spelen, je moet niet gemeen spelen. Dus noppen op een voet planten is niet de bedoeling. Maar harde duels aangaan, dat hoort bij het voetbal. En ik vind dat gewoon moet kunnen. Wat bedoel je met doorgeslagen in Nederland? Nou, dat al die itempjes over elleboog en weet ik het allemaal. En je mag elkaar amper meer aanraken, lijkt het wel. En nou, laat ik zeggen dat ik uit een andere generatie kom, waar je gewoon mannelijk moet voetballen. Bal ertussen, gaan voor dat duel en niet te veel zeiken. Ja, en dan naar de Graafschap, waar het ook goed gaat. Prima op koers richting de play-offs om promotie. 5-0 overwinning op Jong PSV. En belangrijk is ook dat de betere spelers terugkeren van blessures. Dien Kolhof bijvoorbeeld, 5 maanden bijna in de lappenmand. Ziekte van Pfeiffer, enkel blessure, maar hij is terug in de hoofdmacht. Ja, het is fijn dat je nu weer minuten kan maken. En ja, het is mooi dat we met 5-0 winnen. Dat is mooi voor het publiek. En ja, het is ook fijn dat ik nog een assist kan geven op Jenne. Ja, ik voel me wel gewoon fit. Ik heb op de training ook niet echt problemen om mee te komen of iets. En ja, het gaat voor mijn gevoel allemaal wel gewoon goed. Ja, en wat je ook ziet, de groep wordt ook weer wat sterker, denk ik. Wat jongens die komen weer terug van blessures. En met minuten kunnen maken. Dus de groep wordt weer wat breder. Op een rij nog even de uitslagen van dit weekend. Vitesse wint dus van AZ. Knap gaat nu weer verder omhoog. 5e plek. NEC blijft bovenaan door de overwinning op Telstar 2-0. De Graafschap 7e nu. En Volendam dat wint met 1-0 van Achilles 29. Ja, Richard, en dan was er nog iets bijzonders in Nijmegen. En dan heb ik het over het gebied wat betreft ijshockey. Want dan ging het om de Nijmeegse Devils. En wat was daar nou het belang? De inzet is het kampioenschap in de eerste divisie. En de play-off-wedstrijd vandaag in Nijmegen in een volgepakt triavium tegen Den Haag was het eerste duel. Veel ambities bij de Devils. Oude tijden willen ze laten herleven. Het was veel succes en de mensen waren ook zeer enthousiast. Hartstikke gezellig. Hartstikke gezellig. Het is hier heel gezellig. Uitverkocht huis. Het kan niet mis. Kunnen jullie goed juichen? Zeker. Laten we eens even zien dan. Woehoe! Ja, veel spektakel daar dus. Het is nog niet helemaal afgelopen. Het staat 3-3. Richard, dankjewel. Ja, en voor de laatste ontwikkelingen in deze wedstrijd, die kunt u natuurlijk vinden op onze website gld.nl. En voor het weer, dan gaan we naar Wageningen. Komt er de lente er nog aan, Margot?
Ja, morgen en ook de komende dagen is het op en top lenteweer. Met veel zon en temperaturen oplopend naar 14, 15, misschien wel 16 of 17 graden. Vandaag werd het 7 of 8 graden. Veel bewolking, vanochtend zelfs een beetje motregen en een stevige oostelijke wind. Geen pret voor mens en ook niet voor dier. Maar in de loop van de dag werd vanuit het oosten de bewolking langzaamaan wat dunner. En de bewolking begon ook een beetje te tekenen. Vanavond en vannacht zet dat proces zich door. We krijgen steeds meer gaatjes in de bewolking vanuit Duitsland. En tijdens die opklaringen kan het koud worden. Op sommige plaatsen kan het kwik dalen tot rond of iets boven het vriespunt. Maar gladheid wordt niet verwacht. En morgen totaal ander weer dan de afgelopen twee dagen. De zon schijnt, de lucht is blauw. Beetje hoge sluierbewolking. Af en toe is een keer een middelbaar wolkenveldje vanuit Duitsland. Allemaal heel onschuldig. En door de kracht van de zon, maar ook nog eens aanvoer van zachtere lucht vanuit het oosten, lopen de temperaturen morgen al op naar zo'n 13 tot 14 graden bij een matige oostelijke wind. En de komende dagen wordt het nog zonniger en warmer. Met gemiddeld 16, lokaal 17 graden op dinsdag en woensdag. Maar vanaf donderdag gaat de wind draaien naar het noorden. En dat betekent aanvoer van Noordzeewolken die de zon tegenhouden. Wellicht ook op vrijdag tijdens de zonsverduistering. Maar misschien hebben we geluk en komt de zon er toch af en toe nog tussendoor. Dit was Gelderland Vandaag, waarin u zag dat LTO aandringt op het ophokken van kippen in de winter om de vogelgriep te voorkomen. Ik wens u nog een fijne avond.